De feestdagen komen steeds dichterbij en met de huidige weersverwachting gaat een witte kerst letterlijk en figuurlijk in het water vallen. Dan nog eventjes terug naar deze donderdag. Vanochtend hadden we plaatselijk nog met nevel en mist te maken. Maar daarna kwamen er ook brede opklaringen voor, zoals hier op Texel, waar een prachtige blauwe lucht zichtbaar was. Heerlijk weer om nog even een wandeling over het strand te maken. Maar al vrij snel kwam er weer een einde aan die opklaringen. Vanuit het zuiden kwam er alweer nieuwe bewolking aanzetten. En deze foto komt uit Limburg. Daar begon het in de loop van de middag alweer dicht te trekken met nieuwe bewolking. Die opklaringen hadden we te danken aan een kleine rug van hoge druk. Dat wordt gekenmerkt door tijdelijk ook wat minder wind en dus die opklaringen. En dat zien we hier op het satellietbeeld ook mooi terug. Hier ten oosten van ons nog die bewolking. Dan in die rug van hoge druk die opklaringen. Maar vanuit het zuidwesten komt dan vervolgens die nieuwe bewolking er alweer aan. En die bewolking is niet alleen, want er komt opnieuw weer regen onze kant op. Gaat eind van de middag het zuidwesten van ons land bereiken. En zo rond een uurtje of vijf is dat al gevorderd tot grofweg het midden-zuidoosten van het land. En dat gaat in de loop van de avond en in de nacht verder naar het noordoosten trekken. Daarachter wel wat droger, maar het wolkendek blijft vaak gesloten. En daar kan dan nog wat lichte regen of motregen bij komen kijken. Morgenochtend komt een volgend frontaal systeem onze kant op. Ook dan weer een strook met neerslag. Stagneert een beetje boven het noordoosten van het land. Daar kan het wel een tijdje langer aaneengesloten doorregenen. En pas in de nacht na zaterdag gaat dat hele zaakje zich naar het noordoosten verplaatsen en wordt het dan weer droog. Nou, hoe ziet dat er in de weersymbolen vervolgens uit? Vanavond hebben we dus met die eerste regenzone te maken. Trekt weg naar het noordoosten. Nog een stevige wind daarbij uit zuidwestelijke richting. Matig, windkracht 3 of 4. Temperatuur ligt daarbij tussen 7 en 10 graden. In de nacht is de meeste regen dan verdwenen. Maar zoals ik net al zei, uit die dikkere wolkenlagen kan af en toe nog wel wat lichte regen of motregen vallen. Grootste kans op opklaring heeft de noordelijke helft van het land. Daar kan ook wat nevel of mist gaan vormen. Morgen overdag trekt dan die tweede regenzone over vanuit het zuidwesten. Blijft lange tijd boven ons land hangen. Stagneert ook nog een beetje boven het noorden. Temperatuur ligt dan zo tussen 7 en 11 graden. En pas na die regenzone komt eigenlijk die zachte lucht pas aanzetten. Dus in de loop van de dag gaat de temperatuur dan ook nog wat oplopen. Wind is gedraaid naar het zuidoosten, matig of zwak van kracht. Dan nog even die vooruitblik naar de kerstdagen. Zaterdag is eigenlijk nog de beste dag van het weekend. Wat zonneschijn, 9 tot 12 graden. Eerste kerstdag is dan grijs en regenachtig. Het blijft zacht met ook veel wind uit zuidwestelijke richting. En op tweede kerstdag komt daar eigenlijk vrijwel geen verandering in. Het blijft dus zacht en behoorlijk wisselvallig.